gaan van naar Heenvliet. En Heenvliet is ook een dorp op Voorneputten. En daar hebben ze een hertenkamp. En na die hertenkamp gaan we naar het strand. In Heenvliet heb je ook altijd een paardenmarkt. Mama, met Pinkster altijd paardenmarkt. Daar moeten parkeren. Nou, dan gaan we toch maar even in de Ridderstraat parkeren. In de Ridderstraat? Ja. Zijn wij dan ridders? En dan kunnen we zo hierheen lopen. We zijn geparkeerd op de Ridderstraat. En dat is eigenlijk gewoon in de woonwijk. En dan loop je denk ik zo de hertenkamp in. Dus daar gaan we nu heen. Het waait echt ontzettend hard. Nou, even kijken hoor. Gaan we hier even langs lopen. Oh, maar gelijk kijken. Zie je dat? Wat leuk. Hallo. Ze vinden het gezellig dat ze bezoek hebben. Mocht je in Heenvliet zijn, ga dan vooral langs bij het hertenkamp in Heenvliet. Het is echt heel leuk. Er zijn heel veel hertjes, alleen het is niet zo groot. Dus maak er geen dagvullend programma van. Of je mocht leuk gaan willen wandelen in Heenvliet, want het is echt een heel mooi gebied om te wandelen. Wij gaan het combineren met een dagje strand, dus wij gaan zo naar Oranje. We gaan nu een stukje door het bos lopen. We hebben net het hertenkamp gezien. De kinderen lopen voorop. Misschien duurde 3 uur deze wandeling. Misschien niet. Maar ik zou gewoon vooral verder kijken waar we uitkomen. Zal ik hier blijven staan? Of zal ik achter ze aangaan? Ik ga toch maar achter ze aan, heb ik besloten. Uh-oh, nou zijn ze er niet meer. Nu zijn we eigenlijk aan de andere kant van het hertenkamp. Dus hier is het hertenkamp weer. San en Emma, daar is het hertenkamp. We zijn een stuk een rondje gelopen. Dus jullie mogen kiezen. Gaan we naar rechts? Gaan we rechtdoor? En dat is een route, zie ik. Rechtdoor! Rechtdoor gaat het worden. Nou, lopen maar dan. Echt door een bos lopen doe je niet. Maar het is wel een mooi natuurgebied. Een stukje natuurgebied. Het is eigenlijk
een soort park. Wat je wel eens vaak hebt naast een wijk. Want nu zijn we hier. En dit, hier wonen de mensen in Heenvliet natuurlijk. Zo, Sanna, we zijn bijna bij het strand. We gaan parkeren bij Tweede Slag. Want als je naar het strand toe loopt, dan heb je dan tussendoor ook nog een speeltuin. Dus dat kunnen we op de terugweg nog eventjes doen. Wat gaan we doen op de Tweede Slag, Emma? Wat gingen we daar zoeken? Schelpen. Schelpen, hè, voor school. Parkeren kost wel geld. Wij hebben een parkeerabonnement. Het uurtarief is €1,50 en het hoogseizoen vanaf juli €1,75. Op de Tweede Slag zijn er geen trampolines. Want... Bij Rokanje Tweede Slag heb je een hele leuke speeltuin waar de kinderen heel leuk kunnen spelen. Achter mij zie je de speeltuin waar we net waren. En nu je zijn, dames? Ja! En we zijn op een berg! Kijk eens mooi! Hier kan je heel mooi wandelen. Schelpen zoeken. En je hebt iets minder wind dan dat wij net op het strand. Speelbos tussen de eerste en tweede slag kunnen de kinderen lekker glijden. Maar ze kunnen ook lekker klimmen in de klimbomen. Kijk, al die bomen hebben speciale takken om in te klimmen. Je kan ook hutten bouwen. Een leuk stukje wandelen met de kinderen. Ze kunnen schommelen, klimmen.
glijden. En als het lekker weer is, ga je lekker aan een van de picknicktafels zitten. En zo lopen we het speelbos weer uit richting de auto. We hopen dat we jullie goed hebben kunnen informeren over Oranje en over het hertenkamp in Heenvliet. Dikke duim omhoog. Oké, nou ik hoop het.